in het kort voorstellen? Ik ben Anton Potts. Ik ben woonachtig in Almelo. Dat is ook logisch als je in de gemeenteraad zit. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. Ik ben getrouwd met Cindy Potts. Ook wel in Almelo een actief mens. En we hebben 4 kleinkinderen. Wat was uw motivatie om zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad? Nou ja, ik heb in het verleden nog wel eens een keer mijn mond open gehad over zaken zoals Soweco en alles wat daaromheen zit. Mensen met een arbeidsbeperking. En ik ben met pensioen en ik heb tijd. En in het verleden had ik dat gewoon te weinig. En als ik dingen doe, dan wil ik ze gewoon goed doen. En daarom heb ik besloten om me nu beschikbaar te stellen. Waarom voor de PvdA? Zeker voor de PvdA. Nou ja, ik ben 40 jaar lid van de PvdA. Sociaal-democratie, dat is mijn ding. En in dat opzicht voel ik mij het sterkste verbonden met de uitgangspunten van de PvdA. Voor welke punten wilt u zich sterk maken? Nou, hier in de stad, kijk, weet je, wij zijn een stad die met heel veel sociale problemen. Dat is niet alleen op het gebied van jeugd, maar dat is ook op het gebied van mensen met een arbeidsbeperking die hun weg moeten zien te vinden. Maar ook ouderen, de eenzaamheid, de armoede. Nou, daar heb ik al een aantal punten bij de kop, om het zo maar te zeggen, waar ik mij graag sterk voor wil maken. Hoe is uw raadswerk tot nu toe bevallen? Nou, het is complex. Ik wil niet eens zeggen dat het moeilijk is, maar het is wel een wereldje, om het zo maar te zeggen. Ik heb daar nooit in gezeten. Voor mij is dat nieuw. Maar ik vind het tot nu toe heel interessant. Wat vond u moeilijk of lastig tot nu toe? Nou ja, het is eigenlijk de procedure zoals hier geacteerd wordt. Er zijn moties, amendementen. Je moet het eerst in de fractie zien voor te bereiden. Nou, het zijn allemaal zaken die het gaat allemaal via stappen. Hè? En het is niet zo dat je in de gewone normale wereld dan zeg je iets van je af en denk je niet aan de consequenties die eraan zitten. Dat heb je hier natuurlijk wel. Je hebt rekening te houden met wat een fractie daar samen van vindt. Wat dat betreft is er een hele wereld voor u open gegaan. Voor mij is op 71-jarige leeftijd nog een hele wereld open gegaan.